Satnam, zoals beloofd ging ik jullie nog een korte kriya geven om het jaar goed af te sluiten. Ik heb deze kriya al eens geplaatst. Het is General Maintenance, een hele actieve kriya. Maar deze keer gaan we hem heel kort doen. Dus we gebruiken de minimum aan tijd, zodanig dat jullie allemaal mee kunnen. Dus ik heb de tijden gehalveerd en we gaan eerst in tune. Adem diep in om te beginnen. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jigadgure Name, Sadgure Name, Sri Guru Deva Name, Adgure Name, Jigadgure Name, Sadgure Name, Sri Guru Deva Name, Adgure Name, Jigadgure Name, Sadgure Name, Sri Guru Deva Name. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Oké. Mag ik op mijn recht staan? Dus ik de timer aanzetten. Goed. Luisteren. Alright. Muziekske. Ja, kom maar recht staan. Benen zijn wijd op elkaar, armen zijn parallel met de grond. En je ademt in, je twist naar links, je ademt uit naar rechts. Dat gaan we doen. Dus even checken we de. Als je daar eens tegen zit. Oké. Goed, kom in de houding en we gaan starten. In op zat, uit op naam. Sterke concentratie op het punt tussen je wenkbrauwen. En twist maar goed door. Midden. Hou de armen parallel en adem uit, maar blijf met de armen parallel met de grond en we gaan schommelen naar links, heel traag naar links, blijven ademen, weer recht naar het midden, gaat naar rechts. Me
verder, ademen. Aan uit. Laat de armen maar zakken. Strengel de vingers maar in. Penislok. Deze keer voor iedereen is de linkerpink is naar buiten. Dus voor de hoogte van je keelchakra. En de benen zijn iets uit elkaar. Je ademt in naar boven en uit naar beneden. En we gaan starten. Ademen. En uit naar beneden. Probeer je benen mooi strak te houden. Naar boven, uit naar beneden. Tempo.
adem in. En uit. Waheguru. De armen mogen in de zij. Adem in, linkerbeen komt omhoog, uit naar beneden, rechterbeen, en zo gaan we verder. En probeer je rug zo recht boven te houden. En adem in deze houding. En uit. En we gaan starten. Ja, gaan we starten. Probeer zo strak mogelijk te blijven. Ga maar door, ga maar door. Doorgaan, we zijn er bijna. Het zijn korte asanas. Deze keer mag je op je tenen komen staan. Dus je staat op je tenen. De armen zijn iets hoger dan het midden. Net alsof je zou vliegen. Maar je blijft telkens op je tenen staan. En wat gaan we doen? Iets hoger dan het midden. Op je tenen. En je ademt uit door je mond en in door de neus. Dat gaan we doen. Ik kom in een houding en ga starten. Ja. Uit door de mond en door de neus. Kom aan, zijn we er bijna.
de men naar boven, blijf op je tenen staan. Ah, net. Schud het maar weer een keer goed uit. Voel ik goed, hè? Met je energie in je systeem brengen. Oké. Benen, de voeten mogen iets aan elkaar. Sta stevig op je voeten, op je benen. Goed geaard. En wat gaan we doen? We gaan vliegen. Het is een korte beweging dat je maakt. Dat gaan we doen. Oké, kom weer in de houding. Armen parallel met de grond. En we gaan starten. Ja. Let's go. Probeer je schouders zo los mogelijk te krijgen. Hè. Zodanig dat er niet te veel spanning op komt. Lichaam vraagt. Brengen van de pinken. Je omsluit deze. Zijn ter hoogte van je hart. En je ademt uit. Je brengt je linkerhand naar voren. En je ademt in. En je trekt binnen kracht richting je borst. Maar echt meer kracht als je inademt. We gaan dat 4 keer 30 seconden doen aan beide kanten. Dus 2 keer linkerkant, 2 keer rechterkant. Goed, dan stek je hand maar en we gaan starten. Met kracht trekken naar je toe, met de inademing. Aan de andere kant. We gaan weer wisselen.
Brussel. Ik ben bij de armen uitgestrekt voor jou. En het staat perfect. En ondertussen voel wat je voelt in je systeem. Okay. De volgende asana. Als je een partner hebt. Neem je elkaars handen vast en je leunt op elkaars lichaamsgewicht naar achter. Je ademt in naar boven en uit, zak je helemaal en probeer met je zitvlak op de grond te komen. En daarna kom je weer recht. Dit is de asana. Als je geen partner hebt, ga alleen aan het yoga doen bent, zoals ik nu momenteel. Dan neem je bijvoorbeeld zo'n paal vastnemen of de tafelpoot of noem maar op. En iets zodat je aan je vastnemen. Maar dat je kunt achterover kunt hangen. Als je kijkt, als je kijkt wat de camera gestuurd. Je zult het niet volledig zien, maar ik kan het best zien. Oké. Dus we gaan starten, neem je partner op je. Zelfs van objecten zijn, we gaan starten in naar boven en uit naar beneden. Ja, dan zijn we klaar. Ik probeer het echt elke keer te komen zitten. Je mag even komen liggen. Een korte savasana tussendoor. Dat hoort in de kriya. Relax maar even. En ontspan maar, hè, volledig. Hè. Ontspan maar. 2 minuutjes. Thank you.
Oké. Goed, en kom maar langzaam weer recht. Hè. Kom maar langzaam weer recht. En je mag weer komen recht staan. Kom maar recht staan. Oké. Goed, voor de volgende asana. Wat gaan we doen? De duimen zijn weer tegen de kussentjes van Pinkje. En maak vuisten. Het is weer de hoogte van je hart, van je borst. En sta op je voeten. En punch and spring. Dus je springt naar voren. En je punch bent. En je komt weer terug. Maar probeer echt zo licht mogelijk te springen. Voet dan maar aan je kuitspieren. Aan je pezen aan de zijkant. Laat op. Dat je niet forceert. En we gaan starten. Punch and spring. Ik kan die kin lichtjes intrekken. Zo krijg je beter doorbloeding naar je hersenen toe. Oké, ga maar door, kijk. Het is de tijd in de hout houden. Ga maar door, zijn lekker. Ja, hij stopt even. Zet maar weer een keer je been uit. Doe maar. En maak je maar klaar voor de van aan de andere kant. Gaan we weer hetzelfde doen, maar aan de andere kant. Goed, kom maar in de houding staan. En we gaan starten. Be mindful, hè. Naar wat je aan het doen bent. Heel bewust. Oké, bijna. 3, 2, 1. En stop. Oké, kom dan even op adem.
Schud maar weer een keer je benen uit. Adem diep in. Energie naar binnen, frustratie naar buiten. Energie naar binnen, afval, frustratie naar buiten. En naar binnen. En naar buiten. En naar binnen. Naar buiten. Oké. Probeer echt met je armen die energie op te trekken als je nadert. En naar buiten. Weer van je weg. Duw het van je weg. En naar binnen. En uit en uit. Oké. De armen die komen 60 graden boven je hoofd en je beweegt vanuit je polsen. Naar voren en naar achter. En probeer het een automatische beweging te laten worden. Ja, en we zijn vertrokken. Goed. Kennislichtjes zijn getrokken. Be mindful. Kom aan, probeer recht in te blijven, het is niet lang. Onthoud, we doen maar de helft van de tijd van de asanas. Blijven ademen. 30 seconden. Twee, één, adem de punt, stek maar je armen en je handen en uit. Cirkel rondom jou en kom maar zitten in easy pose. Ik heb misschien de camera een beetje naar beneden laten zetten. Oké, wahi guru. Dat was de kriya. Ik kan dan de muzieksknop steken. De handen mogen in Gyan Mudra. Dat is heel ontspannen. Wat gaan we nu doen? We gaan op onze ademhaling even tot rust brengen. En probeer echt te tellen je ademhaling. Hoeveel seconden dat je inademt en hoeveel seconden dat je uitademt. We gaan starten met de ademhaling naar beneden te halen naar 12 ademhalingen per minuut. Dus je ademt 3 seconden in, maar volledige ademhalingen, en 3 seconden uit.
En focus maar volledig op je ademhaling en op het punt tussen je wenkbrauwen. Goed. Zit comfortabel, mooie rechte rug. De borst is iets omhoog. De kin is ingetrokken. En we gaan starten. 3 seconden in, 3 seconden uit. Vooraan 12 ademhalingen per minuut te geraken. En we gaan starten. Volledig in en uit, hè. We gaan een seconde beginnen bijvoegen. Dus 4 seconden in, 4 uit. Weer een seconde binnen bij doen. 5 seconden.
weer een secondje meer. 6 seconden. 6 in, 6 uit. Weer een secondje bij, 7 seconden. Acht seconden.
9. Tien seconden in, tien seconden uit. Elf. En 7 seconden. Je houdt 7 seconden vast. En uit in 6 seconden. En 7 seconden. 7 seconden vast. En uit in 6 seconden.
Maak je cyclus maar af. Adem diep in. Vast. En adem uit. Voel je hoe rustig dat je bent. Hoe in controle dat je bent. En hoe stil je mind is. Bewust ademen is echt bewust leven. Probeer dat toe te passen. Dat verkorten. Naar minstens 12 keer per minuut. Maximum. Dus 12 keer per minuut. Voor gewoon overdag, terwijl je aan het werk bent. Je kan het dan nog doen zakken, hè. 8 keer per minuut. 6 keer. 4 keer. 3 keer. 2 keer tot 1 keer, maar dan moet je echt in meditatie zitten. Voor 1 keer per minuut is 20 seconden in, 20 seconden vast en 20 seconden uit. Maar dat vergt wel enige oefening. Om dat goed uit te kunnen uitvoeren, zonder dat je buiten adem geraakt. Voilà, dat wil ik jullie nog meegeven voor dit oud jaar. We zijn vandaag de 30ste, het is volle maan. Dus geniet van de kriya en van de ademhaling en probeer die toe te passen in je leven, zodanig dat je bewust gaat kunnen beginnen ademen en leven. We ademen veel te oppervlakkig en je kan er zoveel mee doen met die ademhaling. Ja, we gebruiken maar 1/3 van onze energie, weet je dat? We krijgen maar 1/3 van onze energie binnen door onze ademhaling. En als je bewust begint te ademen, dan zit je aan de volledige capaciteit, volledig potentieel. En je voelt dat, maar je krijgt veel meer energie. Hè. En begin ga je een beetje beginnen draaien in je hoofd, omdat je dan niet gewend bent om zoveel prana en zuurstof binnen te krijgen. Maar om duur word je dat gewoon. En om duur wordt dat een echte gewoonte. Dat je toepast gedurende de dag. Door heel kalm en rustig te ademen. Als je dat kunt, dan kan je alles aan. Bij deze. Mijn nieuwjaarsboodschap. Voor de goede voornemens. Oké, sorry voor de achtergrondgeluiden. Imre zit hier ook naar iets te kijken. Dus, maar dat is ook wel een goede oefening om dicht bij jezelf te blijven. Hè, zonder afgeleid te worden door dingen dat rondom jou gebeuren. Hè. Bij deze, het is wat het is. En we gaan afsluiten. Oké. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam.
Waheguru Chika Kalsa, Waheguru Chika Tate. Nog mooie, fijne dagen voor iedereen. Vol kracht en energie en vol ademsgenot. Dus geniet echt en probeer het echt toe te passen. Dat is echt mijn boodschap. Oké, Waheguru. Thank you. Zat naam iedereen. Sound to the bone.